het toch, jongen. Naked Mark! Ja, jongen, het stinkt je van niet opstaan, hè? Hoe is het nou? Ja, goeie. Ik kan het niet geloven, we zijn gewoon bij jullie hier in fucking Marokko. Kijk waar we zijn, kijk! Nou, dat is niet echt veel te zien. Doe deze shit open. Doe het open! Hier, kijk! Weer een nieuwe mooie dag in het zonnige Marokko. Het is nu nog wel koud omdat het in de ochtend is. Maar Petje is er weer bij. Mark is er ook nog van de partij in Ivo. Je weet zelf. Ja, het is goed weer buiten. Ja, het is omdat we misschien binnen zijn is het nog koud. Maar ik denk wel dat het wel warmer gaat worden vandaag. Tenminste, dat hoop ik wel. En dan gaan we even naar de auto en dan gaan we nog wat sick shit doen vandaag. En morgen vertrekken we weer naar Nederland. Dus we moeten onze reis vandaag wel weer vervolgen richting Agadir. Dus Ivo. Get your lazy ass off there and let's go. Zo, ik ben al klaar, jongen. Jij moet nog... Vriend, ik ben helemaal klaar. Helemaal. Kom, loop nu weg. Nu. Hup. Goed. Doei. Mark en Patrick zijn nog aan het afrekenen en dan komen ze hierheen. Maar wat ze niet weten is dat we Mark zijn mobiel verstopt hebben. We hebben gisteren verteld dat hij nog in de auto lag. Maar we hebben hem zo goed verstopt dat Mark hem toch niet gaat vinden. Kijk, we hebben hem... Hieronder hebben we zeg maar een geheim vakje. En kijk eens wat er zit, tadaa. En kijk, wij gaan dus dadelijk net doen alsof de mobiel al de tijd al in de auto lag. Alleen dat we geen idee hebben waar die is gebleven. We zijn echt letterlijk overal geweest, dus dat ding kan echt overal liggen. In de woestijn of in Marrakesh. Mark en Patrick zijn weer in de house, je weet zelf. Boeien. Ja, dit is dus onze baggie. Baggie. Yo, kan ik gewoon hier zitten? Stinkt hier, jongen. Ja, overal waar Rob komt, stinkt. Hè? Nee, wij zeiden ook al, volgens mij is hier naast de auto gepist of zo, door een zwerver of zo, ik weet niet. We reden hier voorbij en Patrick die zag hier freerunners. Oké, Patrick gaat even laten zien hoe het hier moet. Dus dit is dus de speeltuin van alle locals. Springen hier gewoon op banden, yolo. Ja, dit is geen local, dit is Patrick. Oh. Kijk eens, joh. Deze kinderen hebben letterlijk scheid, kijk. Ze doen gewoon alles gewoon YOLO. Hoppakee. Santo. We zijn klaar met het chillen met de kleine jongens hier. Volgens mij hebben ze hier geen school en doen ze gewoon een beetje allround. De hele dag chillen en een beetje stenen gooien en zo. Maar ja, het was best lachen toch? Ja, daar zeg ik zoek op doei. Patrick en Mark komen er ook aan en we gaan weer even een stukje rijden. Peace. We zijn omringd door deze mensen hier. We gaan ook weg. Doei, bye bye. Oh. Bye bye. Even zorg. Au revoir. Oké, we zijn weer bij een volgende stop. We hebben een fucking geniaal idee. Ivo die zag iets staan en dacht van ja, dit moeten wij doen. Halen. Dit is echt way te hoog. Kijk, let op. Oké, wacht. Ik heb nog geen eens laten zien wat het is. Dit is een of andere gekke watertoren of iets. En Ivo gaat het proberen te horen en naartoe. Ja, maar het is veel te hoog. Ik ga hem gewoon proberen, maar ik haal hem niet. Het is gewoon bullshit. Ja, oké. Gewoon proberen, jongen. Hè? Nooit, man. Komt niemand bij. Ja, doe dan. Jij lacht wel, vriend. In zijn onderbroek. Oeh, donker ook, vriend. Oeh, het begint te onweren, maat. En Ivo zit hier aan die watertoren. Kijk, shit, het is hem gelukt. Maar we hebben hem wel moeten helpen. Hij heeft op mijn schouders gestaan. Als je goed ziet, is het nou nog een beetje zwart. Wit. Dus Ivo, klim maar op. Hop. Hebben jullie die telefoon nog steeds gevonden? Dit is toch jouw tas? Ja, en dan dacht ik dat hij in het voorste vakje zat. Deze? Ja, zoiets. Zo moet... Oké, jongens, Mark die is zijn telefoon en we doen nou net alsof... Hey! Yo! Jij neemt fucking die telefoon mee!
Ja, hé, hey, boei me geen ruk die kogelgaten. Ik wil gewoon mijn telefoon. Ik heb een. Wil je helemaal naartoe gekomen dan? Is er op mijn telefoon? Van. Jongen, doe eens een rustig. Hey, hey. Hebben jullie die telefoon gestopt? Ja, hi, dank. Hi, dank. Ja, hé, hey, ik wil even schrijven zelf. Jij gaat het zelf oplossen. Ik ga het niet oplossen. Jij raakt mijn telefoon kwijt. Echt. Ja. Rond even op, jongen. Ah! 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 Grapje, dingetje. Grapje, grapje. We hebben hem alleen gedaan. Dit is net alsof wij de telefoon kwijt waren geraakt. Maar we hebben hier die telefoon. Wat heb je gedaan? De volumeknop is eigenlijk weggeschoten. Ah, oh, hey. Hey, vriend. Joh, jullie hebben mijn telefoon ergens. Nou, oké, okay, ik zal even laten zien. Mark heeft de Vloemclub knop van de auto gesloopt. Maar wat is Mark zijn mobieltje verstopt? In de auto. Gewoon Mark Pietje te fucken, hè? Let op. Hop, doe het wel, jongen. Je laat het meteen vallen. Hij heeft zijn mobieltje terug. Hey, was die volumeknop? Hij heeft eindelijk zijn mobieltje terug. Hey. Kijk hem genieten. Was zijn volumeknop? Kijk. Zo, bro. Ja. Ik ben erbij. Ja, niet kutten. Pak hem. Ja. Gewoon gelukt, jongen. Apen. Wokap in een nieuw Bugatti. Rob zijn ma is mijn schattie. Oké, okay, na een fucking gezellige trainingssessie gaan de guys ons helaas verlaten. Mark, fucking sick dat jullie hier waren. Hey, echt zo kapot gruwelijk. Super vet. Petje. Later jongens, we slapen. Spreek elkaar snel in Nederland. Yeah. En een hele fijne terugreis, guys. En jullie ook jongens. Komt helemaal goed. Take care boys. Later. Oké, okay, fucking kut. Zit te wachten totdat de pinautomaat eindelijk weer open is. Want ja, de vent staat nu al meer dan een half uur mee bezig. En zei van, eerst zei hij 5 minuten. Toen 10 minuten. Toen 10, toen 25. En nu zijn we al een half uur verder en nog steeds geen geld. Hij is nu wel weg, maar misschien komt hij daar weer tevoorschijn. En hoop ik dat we eindelijk geld uit die muur kunnen trekken. Want we hebben geld nodig. Ja. Inmiddels, 2 uur later. Die man die is nog steeds bezig met zijn pinautomaat. En Ivo en ik zitten zwaar te twijfelen om door te rijden. Nou, weet je wel, ik denk dat hij gewoon een koekert is. Weet je wat hij de hele tijd aan het doen is? 2 toetsen in aan het drukken. Dan pakt hij zijn telefoon en begint hij een of andere vent te bellen. Ja, ik ben hier de jongens aan het uitlachen, bla bla bla. Er komt geen geld in de automaat, haha, maar dat weten ze niet. En vervolgens dan hangt hij weer op, stopt hij met zijn borstzak. En dan gaat hij weer tit 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 2 toetsen indrukken. Precies dezelfde. En daarna pakt hij echt nog geen seconde. Daarna pakt hij weer zijn telefoon en dan belt hij, oh, verkeerde nummer. En stopt hij weg zijn boekzakje, gaat hij weer toetsen intypen. Loopt hij een keer naar binnen, blijft hij even binnen. Loopt hij weer naar buiten, gaat hij weer toetsen typen, belt hij weer. En zo gaat het maar door. En ja, door, continu, en continu. Door. En hij zei tegen mij al 25 minuten. Nou, toen kwamen we na die 25 minuten weer terug. Ik zei ja, 20 minutes. En hij is nog steeds niet opgelost. Dus Patrick en zo, die zijn al waarschijnlijk gewoon bijna al op hun eindbestemming in Marrakesh. Dat hadden wij ook kunnen zijn. Dan moeten we daar in het donker rijden. We hebben geen zekerheid of deze dude überhaupt geld kan fixen voor ons. How long will it take? We need to fly to Hollande. From Agadir, so we really need money for... Maximum 30 minutes. 20 minutes. 20 minutes. You sure? Yes, yes. Okay, merci. Maximaal 20 minuten. Rob en ik hebben nu een restaurant gespot onderweg, gaan we even wat eten. Het heeft hier gewoon geregend, echt, what the fuck. Het is de eerste keer dat we hier regen zien. Ik moet er wel bij vertellen dat we ook eindelijk na 2 uur weer eindelijk op pad zijn. Ja, of niet? Die gast was de hele tijd maar die dingen aan het intoetsen, de hele tijd aan het bellen met zijn basisship, maar het werkte echt voor gemeten. Oké, we hebben echt 2 uur door Agadir gereden. Je vindt hier echt nergens hotels. Of we hebben gewoon verkeerd gereden, of er zijn hier gewoon geen hotels. En uiteindelijk zijn we bij de straat terechtgekomen door aardige jongens. En dan hebben we daar een hotel en daar een hotel. Yo man, die andere... Deze kostte 270, maar ik ga nou naar de andere hotel toe. Zeg van, yo man, deze kost 270. Ja, kan jij eronder zitten, weet je wel. Dan ga je een beetje boxen. Ik ga even kijken of ik een hotelletje heb. Ja, probeer maar. Yeah.
Dat is wat we gaan doen. Ik ga eerst even ontbijten. En daarna gaan we going to fly back to the Netherlands, bitch. Oké, Ivo en ik zijn weer bij het vliegtuig. Waar we echt fucking veel problemen hebben, want onze drone kregen we niet mee. We moesten iets van 400 dirham betalen. Terwijl eerst zou ze hem in customs houden. Zou hem uiteindelijk gratis terugkrijgen en dan kost het opeens geld. Ja, fucking kut. Maar we gaan weer terug naar Nederland, jongens. Ivo en ik zitten weer in het vliegtuig. Dat betekent dat dit het einde is van alle Marokko-vlogs. Ja, we gaan afscheid van jullie nemen. Doe even een duimpje omhoog. Even reageren in de reacties welk land waar de volgende keer heen moet gaan. Als jullie het vet vinden, ja, dan krijg je gratis mandarijn. Ja, later man.